Het stadsbestuur wil de groep werkzoekenden snel aan een baan helpen. Dit wil zij doen door hen meer persoonlijk en intensiever te begeleiden. Deze plannen presenteerde wethouder Peter Verschuren vanochtend tijdens een persconferentie op het stadhuis. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders onderzoek laten doen naar de resultaten van gesubsidieerd werk. Het aantal van deze banen is weliswaar sinds 2006 gedaald, maar de noodzaak blijft aldus Verschuren. De gemeente ontvangt elk jaar minder geld hiervoor vanuit Den Haag, maar kan dit opvangen dankzij de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren. Juist de groep werkzoekenden die ondanks de aantrekkende economie geen baan kan vinden, heeft hierbij meer hulp nodig. Waar het nu om gaat, de mensen die nu nog aangewezen zijn op een bijstandsuitkering, die redden het niet zelf. Als mensen het zelf hadden kunnen redden met deze economie zoals die nu is, dan hadden ze die baan al gevonden. Er zijn nu echt mensen die langdurig werkloos zijn, die wel zeker allerlei kwaliteiten hebben, maar die hebben een steuntje nodig. Die moeten we echt op weg helpen naar zo'n reguliere baan. Nou, dat doen we bijvoorbeeld met een loonkostensubsidie. Een werkgever die nu iemand die wat langer werkloos is in dienst neemt, die kan daar een loonkostensubsidie van €12.000 voor krijgen. Ja, met dat soort instrumenten gaan we die mensen helpen. De wethouder erkent dat door de vele verschillende herintegratieprojecten, zoals de melkertbanen en weerwerk, het er niet overzichtelijker op wordt. Desondanks benadrukt Verschuren het belang hiervan en wil er dan ook zeker mee doorgaan. Het wordt inderdaad ontzettend ingewikkeld. Je hebt allerlei banen. Er komen ook weer nieuwe banen bij. We hebben onlangs de seniorenbanen geïnstalleerd. Maar het is niet anders. Wij willen per persoon zoveel mogelijk maatwerk leveren. En dan krijg je een heleboel verschillende constructies. Maar ja, we moeten er echt mee doorgaan. Want het is ontzettend belangrijk om die mensen die nu aan de kant staan, die daardoor minder inkomen hebben, minder sociale contacten hebben, om die aan de baan te helpen. Dus daar gaan we echt mee door.